Goedemorgen iedereen op een nieuwe Albert Heijn ontbijt. Sorry, meer bepaald mijn boodschappen van bij de Albert Heijn. Dus witte druiven, rode druiven en dan ook de bekende muesli hier bij de hand. De muesli die ik altijd eet. Ik ga nog even het ontbijt klaarmaken. Dat is nu terug de versie met nootjes. En dan ook de melk die ik gebruik, halfvolle melk. Hier heb ik sinaasappelsap met aardbei. Ja, in de achtergrond is mijn dochter wat bezig met haar orgel. Dus die is ook al meestal vroeg wakker. Ze maakt wat muziek, dus dat is wel leuk voor de sfeer. Vlak heb hier ook een weegschaal bij de hand om even de hoeveelheden te geven in gram. Maar dat is een leuke orgel. Duw maar op een toets. Ja, dat is een orgel van bij de Action. Dus wel interessant, van Fisher-Price. 15 porties, 40 gram, zegt men. Nee? Dus ik ga even precies afwegen wat dat 40 gram is. Voilà, ik ga het eerst doen met mijn bekende opbergdoos van de Action. Ja, ik heb hier ook een glas water staan. Het is belangrijk altijd te starten met een glas water in de ochtend. Altijd goed en gezond. Zo, die staat op kilo. Dan ga ik eens zien. 40 gram, hoeveel dat is. 37. Ja. Dat is prima. 43 gram, dat is goed. Dat is de hoeveelheid volgens de verpakking die dat men spreekt. Ja, dat zou wel nog iets kunnen bijdoen, vind ik persoonlijk. Men rekent natuurlijk wel een basis aan van zo'n 50 gram. Dat is gebeurd. Dan voeg ik er ook witte druiven aan toe. Dus deze hier, je kan natuurlijk ook wel de rode druiven gebruiken. Zo, ik heb 60 gram druiven nodig. Ongeveer 52. Ja, 69, ja, dat is eigenlijk wel goed, deze hoeveelheid. Zo, ik ga die toevoegen hier aan de muesli's. Natuurlijk zijn die muesli's al met nootjes, waaronder dus hazelnoten, pecanonoten, amandelen. Maar wat ik altijd gebruik zijn de walnoten extra. Dat is bijzonder goed voor de gezondheid. En ik voeg het toe aan iedere muesli, zelf aan deze voeg ik het er nog aan toe. 20 gram, dat is echt de hoeveelheid dat ik gebruik. Gemiddeld. En vervolgens de halfvolle melk er nog bij. Zo. En belangrijk, je laat het enkele minuten rusten dat deze muesli's zachter worden. Ja, Eline, het is bijna klaar. Je gaat straks de druiven eten, hè? Zegt mijn dochter, lust bijzonder graag de witte druiven. En zo, beste mensen, aanvullend, hier heb ik al deze sinaasappelsap met aardbeiensap gebruikt van de Albert Heijn. Dat is ook wel heel voordelig. Ik zeg, ik kan daar gemakkelijk voor één persoon een week mee doen met dergelijke sap. En daar gaat de muziek even terug. Elin, duw maar. Zo, beste mensen, was weer een korte vlog. Tot de volgende keer. Ik zeg een aanrader voor een dynamisch ontbijt. Ook ideaal voor het fietsen, voor het sport doen in de ochtend. Tot de volgende keer.